Van condensatoren kun je datasheets vinden. Maar wat staat daar nou allemaal precies in? Kijk maar eens even verder. Capacitor, datasheet. Nou, het is een willekeurige. En hier hebben we een willekeurige monocap van Vichy. Het gaat hier blijkbaar over keramische condensatoren. Daar heb je net een paar voorbeelden van gezien. En meteen wordt hier ook die spanning aangegeven. Dus dat schetst ook al het belang daarvan. Dit zijn types die voor 50 of 100 volt gelijkspanning geschikt zijn. Hier zie je nog staan dat er geen lood wordt gebruikt of dat er geen lood noodzakelijk is om die component te verwerken. En de component is ROHS compliant. Dat zegt iets over milieuaspecten die van belang zijn bij de productie van de component. Dus een milieukeurmerk. Nou, je ziet hier de vorm van deze condensator. En je ziet hier ook voorgeschreven hoe je de pootjes zou moeten buigen als je hem gebruikt in de industrie. We kunnen even wat verder bladeren. Natuurlijk, allerlei dimensies van die condensator zijn belangrijk. En hier komen we dan bij de algemene karakteristieken als het gaat over de waarde. Er zijn verschillende ranges. Blijkbaar is hier een range leverbaar van 10 pico tot 6800 pico. Ze hebben een bepaalde range van 100 pico tot 1 micro en van 0,1 micro tot 1,0 micro. Die worden geleverd in verschillende spanningen. En daardoor zal de condensator, als de spanning wat hoger is, meestal ook wat groter zijn van vorm. Dus soms is dat belangrijk. En dat kan ook een prijsverschil zijn. Tolerantie wordt gegeven. Je ziet, tolerantie bij condensatoren is vrij groot. Ja, die is 5%, die is 10%. Dit weet ik niet wat ze hier bedoelen. Misschien is het een typfout, want ik zie er geen procentteken staan. 80% lijkt me wat veel, maar bij dit type condensatoren van die grote waarde zijn de toleranties inderdaad vele tientallen procenten. Nou, eens kijken of er nog wat interessants te doen is. Hier krijg je enorme tabellen met al die condensatoren uitgestippeld. Het is wel interessant om hier even te kijken naar de reeks. Men begint bij 10. En bij 100 krijg je weer een soort van gelijk kunstje. We noemen dit van 10 tot 100 één decade. En in die decade zitten 12 waarden. We noemen dat dan ook de E12-reeks. 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 37, 36, 68, 82. En dan komen we bij 100, 120, 150, 180. En dat patroon herhaalt zich steeds. Dus dat heet de E12-reeks. Ditzelfde patroon zie je bij weerstanden. Daar heet het ook de E12-reeks. Nou, dat gaat zo nog een tijdje door met ellenlange tabellen. Ik denk dat we hier het belangrijkste wel hebben gehad.